De ADECUS SDG-commissie heeft als eerste activiteit een informatiesessie gehouden met verschillende belanghebbenden binnen en buiten de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De commissie, die 30 november 2022 is geïnstalleerd door het bestuur, heeft daarbij ook een nulmeting gehouden over de SDG's. Voorzitter van het ADECUS-bestuur Shanti Finetjaan gaf aan dat er tijdens de nulmeting is gebleken dat het niet duidelijk was wat de SDG-doelen zijn en wat zij inhouden. SDG-commissievoorzitter Carol Jurgens geeft uitleg over het werk van de commissie. Bijvoorbeeld een beleidsplan schrijven voor de ADECUS. Waar staat ADECUS als het gaat om de SDG's? Waar willen we naartoe? Wat zijn onze prioriteiten? Hoe kunnen we samenwerken met verschillende groepen, organisaties binnen ADEC, maar ook buiten ADEC, om te kijken van hoe kunnen we samen de doelen bereiken? Het gaat om partnerships voor de goals natuurlijk. We starten met onze baseline-activiteit en in dat verband is het belangrijk dat we u hier hebben om met u verdere afspraken te maken, om met u van gedachten te wisselen van wat zijn uw activiteiten, wat zijn uw prioriteiten, maar hoe kijkt u ook naar de ADECUS? Wat zijn uw verwachtingen van ons? En al deze percepties en ideeën en opvattingen zullen we natuurlijk vervatten in een document en daaruit zullen we die aankondigingspunten die voor ons belangrijk zijn, die moeten leiden tot een gedegen ADECUS SDG-plan, waarin u zichzelf natuurlijk herkent, te formuleren. Jessica Gentnani, teamleader en strategisch planner van de United Nations Suriname, vindt het een goed initiatief om binnen het universiteitsgebeuren meer inhoud te geven aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. Suriname heeft nog 7 jaar, dus tot 2030, om de 17 doelen die aan 169 doelstellingen zijn verbonden te behalen. Die samen dus een actieplan vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen. Deze doelen die één zijn en niet ondeelbaar, reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling, het economische, het sociale en ecologische aspect. Wat ik wel wil zeggen is, wat dus het anders maakt vergeleken met de Millennium Development Goals. Toen hadden we 8 doelen. Vonden we ook heel erg ambitieus natuurlijk. Nu hebben we 17 doelen. En het heeft een transformatief karakter. Dus we willen een transformatie. De transformatie naar gelijkheid, naar geen honger, naar betere instituten. En dat is het verschil. Het verschil is ook dat de MDG's voor de ontwikkelingslanden waren ontwikkeld. Tijdens de activiteit zijn er korte interactieve sessies gehouden om met de aanwezigen van gedachten te wisselen over de SDG's. In een verder traject zal gekeken worden naar percepties, samenwerkingsverbanden, projecten en activiteiten gerelateerd aan de SDG's.